wordt echt mooi, hè, Megan? Inderdaad, baby Hydrop. Kijk uit, baby Ofti. Ik ben gevallen, Megan. Heb je je pijn gedaan? Oh nee, een beetje. Maar alles is wel vies geworden, hè? We zijn klaar, Megan. Kom op, we ruimen even samen op en dan 1, 2, 3 naar bed, jullie. Wat gebeurt hier? Het spookt hier. Een spook? Dit lijkt meer op een kussengevecht. We hebben echt niets gedaan. Het spook heeft gegooid. Oké, uit met de pret. Kom op, pony, snel in bed. Zo, het raam dicht. Jullie hebben vast de wind gehoord. Echt, geloof me, spoken bestaan niet. Maar dat was echt een spook. Ja! Ja! Niet zeuren, maar slapen. Ik wil niet alleen blijven. Molly, wil jij bij ze blijven? Ja, Molly, alsjeblieft. Nou, vooruit. Maar niet meer van die flauwe grapjes, hè, ponies? Jeppie, dan ben ik niet bang meer. Ik ook niet. Het spook is er nog steeds. Dat denk ik ook. Nee, babyponies. Oogjes dicht. Je hoeft echt niet bang te zijn. Spoken bestaan niet. Oogjes dicht en slaap maar zacht. Er zijn geen spoken in de nacht. Die bestaan alleen maar in je dromen. Oogjes dicht, uit is de pret. Er zijn geen spoken onder het bed. Die bestaan alleen maar in je dromen.
spoken bestaan niet, dus ben niet bang. Het is enkel een schaduw op het behang. Dus als je iets hoort, denk dan niet aan spoken. Slaap nu maar zacht, er zijn echt geen spoken. Die bestaan alleen maar in je dromen. Bestaan alleen maar in je dromen. Zeker weer net zoiets als die reuzenspin met die 20 poten, hè? Dat was iets anders. Natuurlijk, kleine bange scheiter. Nou, dan gaan we samen kijken en dan zullen we eens zien of we dat spook van jullie kunnen vinden. En dan slaan we het tot moes. Hij wel. Jij durft, zeg. Spoken bestaan niet, basta. Leuk hoor! Niet leuk! Laten we gaan zoeken. Het spook moet hier ergens zijn. En als we het vinden, vragen we of het wil vertrekken. Goed? Dat is het stomste wat je kan doen. Op die manier ga je dan niet met spoken om. Heb jij dan een beter idee? Jazeker. Als hier iets zit, zal ik het vangen. Dit moet lukken. Oké, cupcake, geef me de taart. Lekker! Zo, en klaar is Kees. Nou, ik snap er niks van hoor. Het is heel simpel, Spike. Het is een val. Kijk, als iemand van de taart snoept, dan valt de deksel dicht. Oeh, maar nou snap ik het. Het spook krijgt honger, ziet de taart, wil die opeten. Oh, kan iemand de kist openen? Danny, alsjeblieft, laat me eruit! Spooky Pooky! Kom maar op als je durft! Dat ben ik! Hang die emmer maar aan de spijker. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als het spook nat wordt. Nou, een echt spook kan toch helemaal niet nat worden? Kom op, we zetten er ook eentje boven de deur. Spike. Ja? Ik had al een emmer op de deur gezet. Bah. Spook? Kalm nu maar, babyponies. Oh, Megan, we vinden dat gemene spook vast nooit. Molly, achter je. Ik kan